mannen. En de toffe van Overmars. En nu kan Overmars weg. Hij is liefde kwijt. Maar de hoek was aanlokkelijk. De hoek was groot. De hoek wenkte van schiet mij erin. En Overmars deed het dan maar. Zwaar gerazeld. Doesburg kopt. Overmars. Overmars 2-1. Buitenspel. Daar komt de bal dus niet heen. Maar hier is Overmars weer sneller dan de doelman. Hij maakt het af ook. Weer een beoordelingsfout van de snelheid van de aanvaller door Sander Bosker. Aangever is Jari Liedmanen. Oh, wat wordt daar Koeman uitgespeeld. En wat krijgt Liedmanen hier een kans? Of gaat hij hem geven aan de boer? Het is 4-2. Het is weer Overmars. Terwijl het er naar uitzag dat Feyenoord Ajax weer onder druk had, is daar deze prachtige aanval van de Amsterdammers. Waarbij Koeman wordt uitgespeeld door die 1-2 met Ronald de Boer door het centrum van de Rotterdamse verdediging. Pikt die bal op. Kluivert. Overmars. Nu dan. Yes! Een ontlading van vreugde en van agressie bij Mark Overmars. Overmars vraagt de bal. De Wilfrink komt hier vandaan. Hij passeert hem met één beweging. Dat is heel goed, Overmars. Dat is een hele goede goal. Ajax 4-1 in de 31e minuut. Daar is de 1-0.